Een heel goede avond. Van op de luchtmachtbasis in Melsbroek zijn vanmiddag 3 transportvliegtuigen van het Belgische leger vertrokken. Hun bestemming, de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Van daaruit zullen 2 vliegtuigen, 2 C-130's, heen en weer vliegen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul. De bedoeling is om landgenoten en mensen met een band met ons land te evacueren na de machtsgreep van de fundamentalistische Taliban in Afghanistan. Enkele tientallen militairen vertrekken voor operatie Red Kite, Rode Vlieger. Ze maken deel uit van een neo-detachement gespecialiseerd in evacuaties. Hebt u nu al gezegd wanneer de eerste C-130 in Kabul zal landen? Dat valt af te wachten van hoe de lijsten en hoe Buitenlandse Zaken contact kan nemen met de mensen die vragen om mee gerepatrieerd te worden. Maar wij plannen nu voor een slot de vrijdagmorgen. En dat na een tussenlanding in Griekenland om te tanken en de vliegbemanning te laten rusten. Ook allerlei materiaal en munitie wordt ingeladen in een C-130 om de missie ter plaatse veilig te laten verlopen. Volgens wat de Amerikanen ons vertellen, zal Taliban geen dreiging vormen voor de vliegtuigen. Het enige is mensenmassa's die in paniek zijn natuurlijk. Hè. Ook een A400M brengt militairen naar Pakistan, maar zal daar geen evacuaties uitvoeren. Voorlopig staan 470 mensen op de Belgische evacuatielijst. Nochtans zijn er wel al 16 mensen met de Belgische nationaliteit geëvacueerd uit Kabul. Maar dat gebeurde door Nederland, niet door ons land. De Belgen zitten samen met 35 Nederlanders, 2 Duitsers en 2 Britten aan boord van een transportvliegtuig dat woensdagmiddag is vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad. Het toestel, een C-17, is intussen aangekomen in de hoofdstad van Georgië. De Nederlandse minister van Defensie gaf vandaag meer uitleg in het Nederlandse parlement. Er is net een C-17 vliegtuig uit Kabul vertrokken, waar 35 Nederlanders aan boord zitten, 16 Belgen, 2 Duitsers en 2 mensen uit het Verenigd Koninkrijk met paspoorten. Die is op weg, weet ik niet precies waar naartoe, maar hij is vertrokken uit Kabul. Intussen zijn een aantal topfiguren van de Taliban teruggekeerd naar Afghanistan. Onder meer hun hoogste politieke leider, Mollah Baradar. Hij is gisteravond geland in Kandahar, de hoofdstad van Afghanistan tijdens het Taliban-regime in de jaren 90. Baradar is een van de oprichters van de Taliban. Hij zat tot gisteren in Qatar, waar hij voor de Taliban onderhandelde met de Afghaanse regering en met de Verenigde Staten. Om mee te onderhandelen was hij vrijgelaten uit de gevangenis op vraag van de Amerikaanse regering, destijds nog onder leiding van president Trump. Na de aardbeving in Haiti zijn 500 nieuwe doden gemeld. Dat brengt de balans op bijna 2000 dodelijke slachtoffers. Er zijn ook bijna 10.000 gewonden. De zoekacties zijn een tijd stilgelegd omdat er na de aardbeving ook nog een tropische storm over het land trok. Bij de grote bosbrand in de Vaar in het zuiden van Frankrijk zijn 2 doden gevallen. Onder hen is een man die de hulpdiensten thuis hebben teruggevonden. De brand ontstond maandagavond. De brandweer zet onder meer blusvliegtuigen in om het vuur onder controle te krijgen. Er komt in ons land effectief een derde inenting tegen het coronavirus. Wie daar in eerste instantie voor in aanmerking komt, zijn mensen met een verzwakt afweersysteem, ongeacht hun leeftijd. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. Het gaat om enkele honderdduizenden mensen, kankerpatiënten onder meer. Zij worden de volgende maanden uitgenodigd voor een derde inenting. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een aantal mensen niet genoeg beschermd zijn na normale vaccinatie. Het gaat onder meer om kankerpatiënten, nierdialysepatiënten en mensen met een orgaantransplantatie. Zij kunnen nu een derde prik krijgen. Ze zullen automatisch uitgenodigd worden. U zal zich misschien herinneren dat wij bij het begin van de vaccinatiecampagne ook de mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd hebben en uitgenodigd hebben. Daar is een aparte lijst op gemaakt. We zullen gebruik maken van die lijst om deze mensen inderdaad uit te nodigen.
Ook ouderen, vooral in woonzorgcentra, zijn soms niet genoeg beschermd na twee prikken. Maar over hen is er nog geen beslissing genomen. Daarvoor is het wachten op verdere studies. Dit is een eerste belangrijke stap, maar het zal zeker niet de laatste stap zijn. We nemen deze stap na grondige adviezen die we hebben gekregen van het kenniscentrum, ook van de Taskforce Vaccinatie. Voor hun derde prik krijgen mensen altijd de vaccins van Pfizer of Moderna. Ook als de twee eerdere prikken met een ander vaccin waren. Ça c'est plus lourd ça. Ouais, c'est plus lourd. Attention à la porte. Voilà. Ja, minister van Financiën Vincent van Petegem was vanochtend even mee verhuizer van dienst. Samen met de civiele bescherming laadde hij bureaumateriaal in. Het afgeschreven materiaal is afkomstig van verschillende burelen van overheidsdiensten en zou normaal verkocht worden via de Finshop, de online winkel van Financiën. Maar omdat veel lokale besturen in Wallonië na de overstromingen nood hebben aan tafels, stoelen en bureaus, worden ze nu aan hen geschonken. On a eu l'opportunité d'ouvrir un centre au milieu de la commune. Donc pour le moment, il y en a un à Esneux, un à Tilf. Et on a décidé, pour assurer le long terme, d'ouvrir un centre au cœur de la commune. Et pour ce faire, on avait évidemment besoin de différents meubles pour assurer un aménagement décent. Et donc grâce à ce don, on va pouvoir accueillir de façon digne tous les sinistrés. En dan opnieuw Belgisch succes in de Vuelta, want Jasper Philipsen heeft de vijfde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Op 11 kilometer van de meet wordt het peloton opgeschrikt door een massale valpartij. Onder andere de leider Ryan Taramee staat erbij. Hij zal zijn trui verliezen. De aangekondigde sprint komt er maar met een uitgedund peloton. Daarin is Jasper Philipsen dus de snelste. Het is zijn tweede ritzege in deze Vuelta. De Fransman Elizonde is een nieuwe leider. En afronden doen we met Zara Rutherford. Ze is amper 19 jaar, maar ze heeft al torenhoge ambities. Ze wil namelijk als jongste vrouwelijke piloot ooit helemaal alleen de wereld rondvliegen. Ze vertrekt vandaag vanuit Kortrijk. En als alles goed gaat, zal ze ergens in november hier weer aankomen. In het Journaal van 7 leren we Zara wat beter kennen. Tot kijk. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.